Dat zijn van de rat. Kijk. Ik denk dat dit mannetje vrouwtje. Kijk. We rijden vandaag door de Biesbos. Het is natuurlijk enorm hoog water in de rivieren. En dus ook in de Biesbos. Want de Biesbos staat in verbinding met de Merwede. Doordat het water zo hoog staat, lopen hier ook overal zoogdieren rond. Die natuurlijk zijn gevlucht vanwege het water. En de hogere plaatsen opzoeken. Daar zit een groepje van 3 hazen. Ik denk 2 mannetjes, 1 vrouwtje. Het dominante mannetje zit bij het vrouwtje en doet pogingen om haar te versieren en om met haar te paren. Maar vrouwlief heeft nog niet zoveel zin, geloof ik. Kijk, dat bedoel ik. Wat ziet hij? Ja. Ik kreeg al een klap. Af en toe krijgt dat mannetje een trap in zijn gezicht. En dat andere mannetje, dus die tweede, die zit rustig en bedremmeld onderaan de dijk. Een beetje af te wachten. En ja, op het moment dat hij een kans krijgt om met dat vrouwtje te paren, dan zal hij het ook niet nalaten. Nou, de eerste waarneming is gedaan. De hazen in de Biesbos zijn aan het flirten. Maar echt tot actie zijn ze nog niet overgegaan. Nog een keer een regelrechte afwijzing. Nou, dat kan je wel zeggen. Mevrouw heeft er nog geen zin in. Kijk hem eens bedremmeld zitten. Ja, jongen, je wilt niet weten dat je afgewezen bent.